We willen ermee naar Den Haag. En dan moet je niet met een dikke nota aankomen. Hè, of met alleen een praatje. Omdat mensen direct kunnen zien waar het onderwerp over gaat. En omdat beelden natuurlijk krachtig zijn. Beelden spreken tot de verbeelding. Mensen daar hebben daar allemaal een gevoel bij. En op die manier kun je eigenlijk vrij snel met elkaar in gesprek raken over datgene wat je wil bespreken. In dit geval de treinen over de IJsselmeer. Het is niet makkelijk om met je filmbedrijf voor een gemeente te werken en rekening te houden met misschien politieke belangen of rekening te houden met belangen van hulpdiensten. Want in die zin werkte je in opdracht van de gemeente, maar speelde de brandweer en de politie daar ook een rol in. Ik denk dat jullie dat heel goed hebben gedaan. Zeker ook als je ziet dat het een heel kort tijdsbestek is gerealiseerd. Dus denk gewoon een beetje af. Ik was ontzettend blij met wat ik zag. Dat werd ook bekrachtigd doordat de gemeenteraad het ook een mooi eindproduct vond. Maar ik denk dat jullie een aantal goede keuzes hebben gemaakt in de aanpak van je scenario en in de werkwijze. En in de wijze waarop je de dingen in beeld brengt en dat het ook niet over de top is. Dus ik vind het een heel mooi informatief product met een duidelijke boodschap.